Je wilt iets lezen. Je kijkt eerst goed. Waar gaat de tekst over? Het plaatje vertelt al iets. Je ziet een vrolijke kip. Ze maakt muziek. Je denkt dat het een grappig boek is. De titel vertelt ook al iets. Je leest Feest bij Kip. Je denkt dat er iets te vieren is. Zou Kip jarig zijn? Wat weet je nu? Voordat je iets leest, kijk je naar het plaatje en lees je de titel. Dan weet je al een heleboel over de tekst. Nou, dat was het filmpje. Dan gaan we heel eventjes kijken. Dit stukje is eigenlijk dezelfde uitleg die je net in het filmpje hebt gehad. Als je je werkboekje hebt en je kijkt helemaal op de laatste bladzijde, dan zie je hier zo datzelfde stukje staan. Dat noemen ze de speakbriefjes. Dus daar kan je een beetje afkijken van waar ging het ook alweer over. Dus hier kan je nog eens teruglezen waar we het vandaag over gehad hebben. Dan pak je nu voor je bladzijde 8 van het werkboekje. En dat ziet er zo uit. Het bestaat uit 2 bladzijden. Bladzijde 8 en bladzijde 9. En je ziet steeds oranje, steeds oranje zinnetjes staan. In die zinnetjes staat precies wat je moet doen. Want we beginnen altijd in het werkboekje. En dan ga je van hieruit, krijg je vanzelf de instructie om een stukje tekst te lezen. Soms helemaal en soms maar een klein stukje. Het doel van de les, dus waar gaan we vandaag naar kijken en aan werken? Je voorspelt wat voor tekst het is en hoe de tekst afloopt. En je let daarbij ook op de plaatjes. Dus je kijkt naar titels en je kijkt naar plaatjes. En dan ga je een beetje voorspellen waar gaat die tekst nou over. Nou, dan staat er bij het eerste oranje zinnetje, lees de titel van deze les. Nou, dan ga je kijken, daar staat bang. Nou, wat voorspel je dan? Kruis jouw antwoord aan. Gaat het over een harde knal of over bang zijn voor iets? Dat vul je in. En dan ga je kijken naar de volgende oranje regel. Daar staat precies in wat je moet doen. Eerst, de eerste 3 opdrachten, hoef je eigenlijk nog niks te lezen. Of misschien alleen de titels, maar vanaf opdracht 4 moet je echt een stukje tekst lezen. Maar dat staat precies beschreven in die oranje regeltjes. Je maakt allebei de bladzijden tot en met opdracht 12. Opdracht 13 hoeft niet. En hier zie je nog een klein stukje met een aantal woordjes die worden uitgelegd. Dus heel veel succes met je begrijpend lezen. En dat was het. Nou, we hebben bijna genoeg geleerd voor deze dag. We gaan even Creabea uithangen. Dus we gaan iets creatiefs doen. Je hebt op woensdag heb je het bananenlied gehoord. Maar in dat lied kwamen niet alleen bananen voor, maar veel meer soorten fruit. Zet het liedje nog een keer op. Kijk heel even naar het filmpje van woensdag hoe je daar kan komen als je het niet meer weet. En dan ga je nog eens even kijken waar ging het liedje over en welke soorten fruit kwamen daar allemaal in voor. Want die soorten fruit wil ik zien in een mooie tekening. Dus succes met het liedje en met je tekening. Tot zometeen. Ja. Nou, jongens en meisjes, hopelijk hebben jullie allemaal hele mooie tekeningen kunnen maken. Wat we nu gaan doen is de challenge. Je gaat door het huis en je kijkt hoeveel gele dingen je in het huis kan vinden binnen 1 minuut. Dus heel veel succes, 1 minuut en zoveel mogelijk gele dingen. Maak er eventueel een fotootje van en stuur me dat, want ik ben wel eens benieuwd wat voor gele dingen jullie in huis hebben. En
Als je daarmee klaar bent, moet je natuurlijk ook nog de 15 minuutjes stil lezen. Maar dan heb je ook echt weekend. En het is een speciaal weekend, want we hebben een extra lang weekend. Het is namelijk zondag en maandag Pasen. En dat betekent dus ook dat er maandag geen school is. Dat is wel even weer lekker. Lekker, misschien is het weer zo'n mooi weer als vandaag. En kunnen jullie weer lekker van het zonnetje genieten. En dan is het pas dinsdag weer tijd voor een nieuw filmpje. Dus maandag heb je lekker vrij. En dinsdag beginnen we weer met een nieuw filmpje. Hele fijne paasdagen en tot volgende week.